Hallo, leuk dat je naar mijn filmpje kijkt. Ik ben Abi en ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Syrië en mijn moedertaal zijn Koerdisch en Arabisch. Dat komt omdat ik Koerdisch ben en in Arabische taal opgevoed. Ik kom namelijk uit Damascus, de hoofdstad van Syrië. Ik woon hier in Groningen in een studentenflat en ik woon op mezelf. Ik woon zelfstandig sinds 2022, dus 2,5 jaar. Ik moet elke keer zelf boodschappen doen. Sommige mensen vinden dat normaal, maar ik vind het nog steeds moeilijk om te kiezen wat voor gerechten ga ik deze week eten en wat heb ik allemaal nodig. Maar in ieder geval vind ik koken leuk. Wat ik nog leuk vind is werken, sporten, zwemmen, dansen, eten en naar de zee gaan. En natuurlijk naar veel mooie plekken zoals Zanzibar gaan, Madurodam en meer. En nog meer. En meer. Toen ik naar Nederland kwam, vind ik het zo vervelend dat ik niks versta van andere mensen. Maar ja, dat is normaal omdat ik nieuw hier in Nederland ben. Maar dat geeft me het gevoel dat ik meteen moet beginnen met taal leren. Ik begon eerst te leren van YouTube en daarna naar ISK. En toen heb ik met veel mensen uit andere landen gepraat, zodat ik Nederland kan spreken. Maar daarnaast ging ik ook vrijwilligers bij oude mensen werken. Ik was 6 maanden in Nederland toen ik begon Nederland te praten. Volgend jaar ga ik bij Noorderpoort studeren. Ik ga maatschappelijke zorgopleiding doen. Als je de taal snel kan leren, jij kan ook.